Freek Vonk viert aanstaande zaterdag zijn 41ste verjaardag en deelt op Instagram een openhartige reflectie over zijn leven. De gerenommeerde bioloog neemt uitgebreid de tijd om zijn balans op te maken en benadrukt dat hij op dit moment gelukkiger is dan ooit tevoren. In zijn bericht benadrukt Vonk dat hij op zijn 41ste nog geen relatie heeft en ook geen kinderen. Terwijl sommige van zijn vrienden al ouder zijn van kinderen die de middelbare school bijwonen en anderen al langer samen zijn dan zijn liefde voor dieren, blijft hij standvastig in zijn geluk. Hij beschrijft zichzelf als een 25-jarige met 16 jaar aan waardevolle levenservaring. Vonk richt zijn aandacht op wat hij wel heeft in plaats van wat hij niet heeft. Hij prijst zijn buitengewoon liefdevolle ouders, toegewijde broers en een liefdevolle zus. Daarnaast koestert hij zijn dierbare vrienden en waardeert hij het vermogen om zijn grote passie en hobby met de wereld te delen. Voor Vonk is dit een bron van tevredenheid en vervulling. Als laatste benadrukt hij het onvoorspelbare karakter van het leven met zijn ups en downs. Verdrietige teleurstellingen en fantastische verrassingen. Vonk herkent dat niet alles te regisseren valt en spoort zijn volgers aan om te genieten van de reis, met de wetenschap dat de eindbestemming voor iedereen volledig onbekend is. Hij moedigt aan om te blijven dromen en ontdekken, wetende dat het leven komt zoals het komt.